Hey, welkom bij vakantietraining nummer 3 van CrisFit Sports. Goed, wij zitten momenteel in onze laatste vakantieweek, week 34. En daarom voor jullie voor de allerlaatste keer een online training. Ik sta momenteel op het Uiense Bedaf, niet meer in Veghel. Ik heb me even verplaatst naar een andere achtergrond, een andere trainingslocatie, iets meer losser zand. En zo wil ik aan jullie laten zien dat deze trainingen heel goed uitvoerbaar zijn op verschillende locaties. Wat hebben we voorbereid? Warming-upje, wat oefeningen en een cooling-down. In totaal 40 minuten. En dan heb jij gewoon wederom een super training erop zitten in jouw zomervakantie. Laat me net zoals de vorige trainingen zien hoe jullie deze trainingen uitvoeren en waar. En wat je ervan vond. En dan denk ik dat het tijd is om aan de slag te gaan. Heel veel succes. We gaan er een super mooie training van maken. Let's go. Yes, yes, daar zijn we weer voor de laatste keer. Training nummer 3. Dit keer op het af. Wat hebben we nodig? Eventueel een matje. En zoals je ziet, ik heb 2 kettlebells van 4 kilo. Je kunt het ook zonder gewicht doen of met een ander gewichtje die jij zelf ergens in jouw huis hebt liggen. En we gaan beginnen met de warming-up. Tijdens de warming-up gaan we eerst even een oefening doen, dribbelen. En we voeren alles 30 seconden of 60 seconden uit. Jullie hoeven de tijd niet bij te houden. Ik zeg vanzelf dat we gaan wisselen. Je ziet, ik ben aan het dribbelen. Je kunt dribbelen in de voorwaartse beweging zoals ik doe, maar je kunt ook dribbelen op de plaats. Je kunt het ook doen in stappas. Het gaat om die eerste oefening lekker rustig aan even oppakken. Tijdens de warmingen ben je er gewoon nog niet klaar voor om hele zware belastingen te doen. Dus we moeten ervoor zorgen dat we eerst goed warm worden. We gaan een hele actieve hoge kniehef doen. Dit doen we stappend momenteel. Trek je knie zo hoog mogelijk op. En we gaan door in een sprongpasje kniehef. Ik sta momenteel op het DAF. En mijn ondergrond is wat losser, wat zwaarder om in te trainen, dat zand. Hierdoor kun je ook jouw eigen training al wat zwaarder maken door bijvoorbeeld naar bedaf te gaan of op het strand zo'n training uit te voeren. Superleuke variatie. Oké, we gaan even naar hakkenbil. Dus je hak zo ver mogelijk naar je bil trekken. Hierbij komt de spier die aan de voorzijde van je bovenbeen ligt heel goed op rek. Waardoor die dadelijk warm genoeg is en goed door bloed is om te kunnen trainen. Dit kun je ook weer actief doen en je ziet, ik zal dat ook in een sprongpas voorwaarts laten zien. De 30 seconden voor de hakken naar de billen is bijna voorbij. We doen hem nog even op de plaats om de variatie te laten zien. En dan gaan we dadelijk door naar een armserie. Dus we beginnen met de rechterarm voorwaarts te draaien. Ik doe het in een lichte dribbelpas. Dit doe ik zodat het wat moeilijker wordt. Ik moet iets meer mijn romp recht vooruit houden. Oké, wissel van kant. Draai met links vooruit. Dit kun je ook gewoon in een stilstand doen. Maar als jij dit doet, in die dribbelpas wordt het gewoon zwaar. En we gaan naar borstkrabbel. We kennen hem. Beide armen voorwaarts draaien. Maar niet op hetzelfde tempo. Eentje gaat nu naar boven beneden. En de andere draait tegen hem. Dus borstkrabbel. Dit is ook een hele goede voor de core stabiliteit te activeren. Oké, we gaan de armen achteruit draaien. We beginnen met rechts achterwaarts. Kijk, zoals ik net al zei. Dit kun je ook vanuit stilstand doen. Die laat ik nu zien. En we doen met links achterwaarts lekker grote rondes draaien. Wissel daar mooi in af. En dan gaan we dadelijk met 2 armen rugkrabbel doen. Tik ook weer om en om, om en om, om en om. Wel tegelijk laten draaien. Hou je knieën en je heupen zo recht mogelijk naar voren. En laat alleen maar die armen vanuit de schouderkom draaien. Volgende oefening. We gaan een spreidstand aannemen. En dan gaan we van een rotatiebeen van links naar rechts maken. Je hak van je gestrekte been komt lichtjes mee los. En je draait hier de spieren die in je onderrug zitten, in je buikspieren, draai hiermee lekker los. Eigenlijk de hele core. Oké, laatste paar en dan gaan we dadelijk door. We gaan hem dadelijk wat verleggen naar beneden. Dus dan tik je ongeveer, ja, net iets onder je knie tik je aan. Je maakt een kniebuiging. Met één knie en met je hand maak je eigenlijk een soort windmolenbeweging. Dat je kantelt naar iets onder je knie. Goed, hou vast. Laatste paar. We gaan nog een paar oefeningen doen in de warming-up. En dan zit de warming-up er al op. De warming-up duurt in totaal 5 minuten. Waarvan we er nu al een goede 3,5 onderweg zijn. De volgende, oké. Een swing squat gaan we pakken als warming-up. En doe het lekker rustig aan, zonder gewicht. Voeten zijn schouderbreed, tenen zijn recht vooruit. Je squat en je strekt je armen boven je hoofd uit. Ik zoek even een plek waar het iets rechter is in het zand.
Juist, je houdt je rug recht, probeert goed vooruit te kijken, swingt met je armen boven je hoofd en tussen je benen door. En door je heupen wat te versnellen, hup, swing je die armen de lucht in. Onthoud deze oefening, die komt straks nog terug. We gaan afsluiten met een boxserie oefening. Dus links, rechts, gewoon boxstoten recht vooruit. Even een minuut lang de hartslag wat verhogen. Iets meer doorbloeding in het lichaam, dus iets meer zuurstof naar de spieren. Waardoor die spieren eraan wennen om een langere periode op een hogere intensiteit te bewegen. Dat doen we door middel van die boxstoten. Even een stukje dribbelen, dus laat die boxstoten los. En dan pakken we dadelijk weer 20 seconden die boxstoten op en ik ga dadelijk weer klaarstaan. Linkervoet voor, linkerhand voor tik, tik, links, rechts, links, rechts. Oké. Terug naar je gezicht de hele tijd, recht vooruit stoten. Gooi niet je armen weg, maar duw je vuisten vooruit. Laatste paar, onthouden deze oefening. Dit is dadelijk ook al meteen een oefening die we straks gaan gebruiken. Hou vast, laatste paar en dan dribbelen we dadelijk nog een keer op en neer. Of je dribbelt op de plaats. 10 seconden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, en de warming-up is klaar. Schud je benen even los. Pak even een slokje drinken en dan gaan we zo meteen door naar de oefeningen. Neem lekker die pauze even. Het beeld zal bijna direct doorgaan. Zet hem nu even op stop wanneer je wat langer rust wil en dan gaan we door. Met de oefeningen. We krijgen dadelijk 6 oefeningen, 4 rondes, 30 seconden per oefening. En we gaan beginnen met de eerste oefening, dat is die boxstoten. En begin maar, pak hem maar op en ik geef tussendoor wat extra uitleg. We beginnen nu met die boxstoten. Links, rechts, terug. Links, rechts, terug. Links, rechts, terug. Die ga je 30 seconden lang doen. We krijgen zo 6 oefeningen en dan zit ronde 1 erop. We gaan het 4 rondes lang doen, waarin ronde 1 het kennismaken met de oefeningen is, het verlengde van de warming-up is en daardoor je goed kunt presteren in ronde 2, 3 en nummer 4. We gaan door naar de volgende oefening en dit is ook al een oefening die we de warming-up hebben gehad, een swing squat. Ik heb die 4 kilo kettlebell erbij, die ga ik nu dus ook gebruiken. Het is ook een kettlebell swing. Zo noemen we deze oefening. Hij gaat boven je hoofd. Ik laat even zien hoe hij ook zonder oefening kan. Weer terug net zoals de warming-up. Maar die is prima uit te voeren hoor. Het is pittig genoeg. Als je er maar op focust dat je heupen zo snel mogelijk strekt. En daardoor je armen de lucht in gaan. Oefening nummer 3. Dat zijn crunches. Je gaat op je matje liggen. Heb je geen matje, dan op de grond. Je hoofd is van de grond af. Je voeten staan op de grond. En je komt met je schouderbladen lichtjes los. Dus je schouders die zijn van de grond af, je hoofd is van de grond. En je maakt een beweging vanuit die buikspieren waar de schouderbladen van de grond afkomen en op de grond. Van de grond, op de grond. Hou je hoofd stabiel. Ga niet aan je hoofd lopen trekken. Ik hou expres mijn handen op mijn borst. In de volgende ronde laat ik een andere variatie zien. Maar doe ze niet bij je hoofd. Oefening nummer 4 is een schaatsprong. Ik laat hem even op het begin even wat rustig aan zien. Ook omdat ik zelf wat moet wennen aan bedaf. Dit is een van de eerste keren dat ik hier train. Dus ik moet even kijken van hoe kan ik hem het beste oppakken. Dus ik pak hem wat safe op. Ik stap gewoon van links naar rechts. En in ronde 3 en 4 zul je zien dat ik al wat meer wen. En zal ik echt die sprongen gaan maken. Reverse fly. Wat houdt dat in? Je buigt vanuit je bovenlichaam naar voren. Mijn rug is recht en je kunt vanuit deze hoek super goed zien. Je maakt een vliegende beweging naar achter toe, waar je gewichten meeneemt en de schouderbladen, later in het filmpje, zie je heel goed naar elkaar toe komen. Dat is eigenlijk wat je wil. Lichte kniebuiging, bovenlichaam is stil en die fly beweging maak je. Dit kan weer met of zonder gewicht, maar voorkeur met natuurlijk. De laatste oefening is een hammer curl. Waarom doen we een hammer curl? Nou, je duim is naar voren. Je draait je hand niet in. Je draait alleen maar je elleboog. Die strek je en die buig je. Je elleboog hou je in je zij. En voor de rest doet je pols helemaal niets. Je beweegt hem omhoog. En zo heb je ook een hamer vast. Daarom kun je hem makkelijker misschien visualiseren voor jezelf. En dat was de laatste oefening. We gaan naar ronde nummer 2. We begonnen met boksen. Tik, tik. Oké, tik, tik. Hup, links, rechts. Goed, ronde 2. Dit betekent dat de warm-up ronde erop zit. Je kent de oefeningen nu. En nu gaan we lekker doorbouwen. Neem wat power mee. Je ziet ook, ik probeer wat extra power in te leggen. We hebben natuurlijk geen bokzak voor hem. Maar tik, tik.
snelheid halen. Tik, tik. Neus je mond uit. Dit is je conditieoefening. Daar starten we op mee. En dan gaan we dadelijk door naar die swing squat. Focus op de benen. Zoek een stabiele ondergrond. Hup. Squat naar beneden. Strek omhoog. Naar beneden. Omhoog. Lekker daardoor pushen. Versnel je heupen naar boven. Hakken blijven natuurlijk altijd op de grond. En dan swing je gewicht de lucht in. En swing je hem de lucht in. Blijf lekker door. En het maakt voor mij niet veel uit hoeveel herhalingen je maakt tijdens zo'n training. Nee, als de techniek maar goed is. Iedereen past zijn eigen niveau aan op welk niveau jij momenteel zit. Ik geef daar ook de mogelijkheid voor om dat te doen. En maak daar dus ook zeker gebruik van. Crunches. Goed. Dit is een mooie oefening. Kijk, heel veel vinden dit misschien niet zo'n prettige oefening voor in de nek. Of dat ze last krijgen omdat ze niet zo graag op het matje liggen. Stuur mij dan even een berichtje en dan stuur ik heel snel een video met een alternatieve staande oefening. Voor de sporters in de groepstrainingen, die kennen het alternatief natuurlijk wel. Hier, ik leg hier mijn handen op mijn knieën om te voorkomen dat ik niet met mijn handen bij mijn hoofd ga zitten. En dat is voornamelijk wat veel gedaan wordt. Oh, daar gaat mijn matje. Ah, laat maar liggen. Dat pakken we straks al. Goed, die schaatsprong. De tweede ronde nog steeds een beetje safe. Lekker overstappen. Het gaat erom dat ik even doorzak en van links naar rechts. Dadelijk ga ik voor echt voor het springen. Omdat ik dan meer vertrouwen in heb in de ondergrond. Kijk, ik ben al wat aan het testen. Doe dat zelf ook. Hè. Speel daar lekker mee. Waar ga je mee beginnen? Wat voelt goed? Dit zijn schaatsprongen. En dan gaan we naar de volgende oefening. Dat was die reverse fly. Dus je buigt naar voren. Een bend over. Je benen die zijn lichtjes gebogen. Je voeten zijn recht vooruit. En dan maak je die fly beweging naar achter. Die fly beweging naar achter. Je schouderbladen die draaien naar elkaar toe. Je onderrug is optimaal recht met een, ja, misschien een lichte holling. Maar niet te veel, proberen hem zo recht mogelijk te houden. En dan gaan we door de laatste oefening. Kom maar. De hammer curls. Dit is alweer oefening nummer 6 in ronde 2. We gaan dadelijk naar ronde nummer 3. Ik ga dadelijk de secondes weer mee aftellen. Iets meer dat we op die 30 seconden gaan zitten. Je kent de oefeningen nu. En dan pakken we hem dadelijk weer op met dat boksen. Kom maar, laatste paar. Nog 5, 4, 3, kom maar, 2 laatste secondes. En dan ga je dadelijk doorwisselen naar het boksen. Oké, leg je gewichten weg en dan gaan we boksen. Ik leg even snel mijn matje terug, maar begin maar vast. Pak dat boksen maar op. Links, rechts. Hup, links, rechts. Sla maar door. Links, rechts. Oké, ik start nu ook. Tik, tik. Hup. En ik ga nu de series achter elkaar plakken. Dus ik doe alleen maar links, rechts, links, rechts. Hup, push, push, push. Door, door. Iets hoger tempo. Ronde 3. Daar mag je tempo omhoog. Daar mag je wat vermoeider raken. Zorg daar ook voor. Hè. Daag jezelf uit. Ook al kunnen we het nou eens zien in die groepstrainingsvorm of personal trainingsvorm. Daag jezelf uit. Swing squat. Pak je gewichtje meteen op. Push. Heupen naar achter. Push. Juist. Zet hem neer. Heupen naar achter. Laat je hakken op de grond. En swing je handen boven je hoofd. Niet te ver. Hè. Probeer niet dat hij aan de achterzijde van je hoofd komt. Voorzijde, middenhoofd is prima. Niet te ver. Vergeet natuurlijk niet je kettlebell vast te houden als je hem omhoog swingt. Is wel eens gebeurd in de groepstrainingen natuurlijk. Dat iemand te fanatiek traint en die kettlebell lekker laat swingen. Maar dat is natuurlijk geen probleem. Let's go. Volgende oefening, crunches. Oké, kijk, handen op de borst of op de knieën. Dadelijk komt die variatie niet bij je hoofd. Hou je hoofd stabiel. Heb je last van je nek bij deze oefening? Stuur me even een appje en je krijgt direct die variatieoefening toegestuurd. Dit is echt voor de bovenste buikspieren die je hebt. Buikspieren zijn verdeeld in verschillende groepen. En even de makkelijkste die we nou te noemen is de bovenste spiergroep. En die pakken we nou met de crunches voornamelijk. Goed, handen op je knie. Gaan we door naar de volgende oefening. Ik ga naar die schaatssprongen. En zoals ik had gezegd, hè, ja, ga ik vanuit hier meer een sprong maken. Kijk maar, hup, grotere sprongen. Kom maar. En je zakt door. Juist. Dit is echt een schaatssprong. Je beweegt met je handen mee. Je zoekt die balans op jouw stambeen. Door. En je maakt die sprong. Door. Je maakt die sprong. En probeer dat voor jezelf ook te doen. Lekker die sprong te maken. Strek je been uit. Balans zoeken. Dit is niet alleen een spierkrachtoefening, maar ook echt een balansoefening. Reverse fly. Je maakt een buiging naar voren. Ik laat even zien hoe die kan zonder gewicht. Je laat hem naar voren terugkomen. Niet te ver op gezichthoogte. Ah, en dit is wat ik wilde zien. Mijn schouderbladen, je ziet die draaien enorm naar voren. Als je naar voren buigt,
Ik stond natuurlijk net even rechtom om het beter in camera te krijgen. Maar dan zie je echt waar je voor elkaar wil krijgen. Je schouderbladen draaien naar elkaar toe. En dat is de oefening. Daar ligt een mooie spier op die deze activeert. Laatste oefening, hammer curls. Pak die kettlebell of dat gewichtje weer vast als een hamer. Je duim is dus naar boven. Die blijft naar boven. En je houdt je ellebogen stil op dat punt. Die buig je en die strek je alleen maar. Voor de rest niks. Goed, we zijn eigenlijk bij de laatste oefening. En we gaan de laatste ronde in van set nummer 1. Zorg dat je er klaar staat. Ik ga de boxvariatie laten zien met iets meer beweging. Dus je zult mij naar achter zien stappen. Dus hup, links, rechts. Achterstap, links, rechts. Achterstap, links, rechts. Achterstappen, links, rechts. Achterstappen, boom, boom. Achterstap en ik ga daar terug naar voren. Voorwaarts, tik, tik. Voorwaarts sprong, tik, tik. Voorwaarts sprong. En dit is enorm zwaar in dat losse zand. Dan maakt het echt de training een stuk zwaarder om uit te voeren. Ben je daar ook voor geïnteresseerd? Dan kan je zo de locatie sturen van waar ik nu ben. Het ziet er daarnaast ook super prachtig uit. Om hier gewoon lekker te trainen. Tik, tik. Laatste paar. Oké, we gaan naar die swing squat. Laatste keer dat je die krijgt vandaag. Armen boven je hoofd. Squat boven je hoofd. Heupen naar achter. Hakken op de grond. En maak die net de squat positie. Je ziet, mijn rug blijft alle tijden mooi recht. Wil je het nog zwaarder maken? Ik heb natuurlijk twee gewichten bij. Gewoon één gewichtje in de linkerarm. Één gewichtje in de rechterarm. En gas erop. Hup, boven je hoofd. Swing, goed vasthouden die gewichten. De techniek mag nooit achteruit gaan wanneer het zwaarder maakt. Dus, ga je zwaarder trainen, moet je er zeker van zijn dat je techniek van de oefening hetzelfde blijft. Dus niet achteruit. Crunches, we zijn gestart. Lig op je matje. Schouderbladen komen van de grond af en gaan op de grond. Schouders blijven van de grond. Hoofd is van de grond. Voorkom dat je met je handen bij je hoofd gaat. Doe dat niet. Niet aan je hoofd trekken. Dan ontstaan de variatie aanvragen bij mij. Dat kan makkelijk. Oké, we hebben nog 3 oefeningen op het programma staan. Die schaatsprongen waar we nu mee gaan starten staan maar op. En dan gaan we naar die laatste schaatsprongen voor vandaag. Zo ver mogelijk daar zelf uit. Meer herhalingen. Hop. Schaatsprong. Andere kant. Juist. Vang hem op. Balans zoeken. Door. Balans zoeken. Spring zo ver mogelijk weg. Dadelijk nog die reverse fly. En die hammer curls. En we gaan zo meteen starten. De laatste 10 seconden zijn al ingegaan van die schaatsprongen. 3, 2, 1. Wissel door. Pakken we die reverse fly. Buig naar voren vanuit je heupen. Rug is mooi recht. Ik laat hem even wat meer van de voorzijde zien. Dat je net iets ziet waar die flybeweging inhoudt vanuit vooraanzicht. En probeer die gewichten gecontroleerd terug naar voren te brengen. Het is misschien verleidelijk om ze te laten vallen. Die gewichten willen namelijk naar beneden. Maar controle terug. Hup. Controle terug. Daar, laatste paar. Laatste hammer curls die er aan zitten te komen. In 3, 2, 1. En we starten met die hammer curls. Kom maar. Voor de bicep. De bicep is de spier die aan de voorzijde van je bovenarm zit. Die ben je nu aan het trainen. En omdat we die hammer curl pakken, leggen we de focus iets meer aan de onderzijde van de bicep. En een beetje trainen we hiermee de onderarm. Een belangrijk spiertje die daar zit. Dat is de variatie met een normale bicep curl en met een accentverschil. That's it. Laatste paar seconden en dan hebben we dadelijk 3 minuten pauze. Hou vast. Oké, en klaar. Goed. 3 minuutjes pauze. Pak lekker een slokje drinken. Ik ga even genieten van de omgeving. Even uitrusten. Mijn hartslag wat laten zakken. Doe jij dat lekker ook even. Ik neem die 3 minuten echt met jullie de pauze mee. Dus over 3 minuten pakken we hem weer op. Zorg dat je dan klaar bent om weer te starten. En dan hoor jij mij zo meteen weer terug. Yes, we zijn bijna op de helft van onze pauze. Neem lekker nog even die tijd. Hè. Intensieve setjes, veel oefeningen, veel herhalingen. Eén zo'n setje duurt ongeveer 12 minuten. Dus we hebben ook echt wel die 3 minuten rust gewoon zeker nodig.
Ja, ik sta mooi op bedaf. Je ziet, het is weer super lekker weer in de periode dat ik aan het trainen ben. Dus zorg ook gewoon dat je voldoende drinken bij je hebt. Zodat je altijd in je pauzes en na de training goed kan drinken. Drink in je pauzes natuurlijk niet te veel water. En daar kun je in je volgende set last van hebben. Maar zorg er wel voor dat je na de training altijd voldoende water erbij drinkt. We zijn over de helft heen. We hebben dadelijk nog ongeveer een ruim minuutje voor de rust. We gaan zo meteen weer verder. Zorg dat je dadelijk weer klaar staat. Dan hebben we dadelijk weer 6 nieuwe oefeningen. 4 nieuwe rondes. Elke oefening weer 30 seconden lang. In totaal dus 12 minuten. En dan gaan we zo meteen weer starten. Ikzelf ben momenteel natuurlijk gewoon nog op vakantie. Maar heb je vragen over de training? Of vind je het gewoon leuk om jouw foto's en video's te sturen naar mij? Dan kan dat natuurlijk altijd. Doorgaans reageer ik supersnel via WhatsApp en via de social media kanalen. Misschien nou in mijn vakantie niet, maar ik zie graag jullie berichtjes gewoon tegemoet en ik krijg altijd antwoord. Oké, ik zie dat de 3 minuten pauze er bijna op zit. Zorg dat je klaar staat. We starten over 10 seconden weer. We beginnen dadelijk met een burpee. Nee, niet schrikken. De burpee heeft verschillende variaties. Ik laat de eerste variatie nu zien. Handen omhoog of de grond aantikken. Tweede variatie. Handen omhoog, inspringen, uitspringen. In de volgende ronde laat ik nog beter zien wat de verschillende stappen zijn. Maar je kunt dus deze variatie doen. Dus je handen de lucht in, uitstappen. Instappen of voor de handen luchten. De grond aantikken. Kies daarvoor wat voor jou het beste is. Dit is de volledige burpee. Push-up. Ja, omhoog. Handen luchten. Nou, dat waren al 30 seconden. De tweede oefening is de been strekken. Dus je gaat in je handen in een kniepositie zitten. Rug is recht. En je strekt één been naar achter. Doe dat ook niet te hoog. Want wanneer jij jou te hoog jouw been wil strekken, ga je vaak zien dat jouw onderrug een te grote holling maakt. Dat wil je voorkomen. Rustig je benen achterstoten. That's it. Meer niet. Oefening voor de bilspieren is het. Volgende oefening gaan we door naar een oefening voor de buikspieren. Wissel van positie op het matje. Laat je benen zakken. Handen zijn onder je billen. Er komen even wat fans door beeld. Die vonden het interessant wat ik aan het doen was. Goed, die leg raises. Dit kun je ook doen met je knieën 90 graden op deze manier die ik nou doe. Eén belangrijk aandachtspunt is dat je altijd jouw onderrug op de grond moet kunnen houden. Dus merk jij dat het gewoon te zwaar is wanneer jij jouw voeten naar beneden doet en je onderrug loskomt, hou dan die beweging wat hoger. Oké, oefening nummer 4 is een one leg squat. Ik ga proberen niet mijn andere been de grond te laten raken. Ik blijf op mijn stambeen staan. Ik squat zo diep mogelijk. Squat is een letterlijke vertaling van een kniebuiging. Elke kniebuiging is dus goed. Dus squat jij tot 90 graden op één been. Prima, heel goed. Super knap zelfs. Maar maak jij die kniebuiging gewoon maar 10 tot 20 graden. Prima, dan heb jij ook een one leg squat gehad met een andere kniebuigingsgraad. Oefening nummer 5 is een chest press. Ik pak mijn gewichten vast. Ik ga op het matje liggen. Ik beweeg ze naar de zijkant en strek ze, sluit ze bij elkaar boven mijn borst. Dit is een oefening volledig gefocust op de borstspier. Als je geen gewicht hebt, kun je dit ook uitvoeren zonder gewicht. Maar probeer er dus voor te zorgen dat je in de volgende rondes hier gewoon een gewichtje voor hebt. Anders zet je natuurlijk echt heel snel de training op pauze. Ren je snel naar binnen of naar een locatie waar je nu bent om gewicht te halen en dan gebruik je die. De laatste oefening die we hebben is een front raise. Dat is het gewichtje vanuit de schouder naar voren bewegen. Het is ook een oefening alleen puur gefocust op de schouderspier. Maak het lekker af. Ik sta 1 voet voor, 1 voet achter. Rechte rug. Niet naar achter gaan leunen vanuit de bovenrug. En dan heb je de oefening gewoon lekker afgesloten. Goed, ronde nummer 1 zit erop. We gaan naar de ronde. En daar gaat mijn matje weer. Nee, ronde nummer 2. Burpees. En ik zou laten zien wat de verschillende stappen waren. Dat ga ik doen. Dit is stap 1. Grond aantikken, handen luchten. Grond aantikken, handen luchten. Stap 2, handen de lucht in. Uitstappen, instappen, terug. Stap 3, oké, je kunt je handen de lucht in doen. Inspringen, uitspringen, handen de lucht in. Of
jump, spring uit, push-up, spring in, jump. Spring uit, push-up, spring in, jump. Dus je hebt zo verschillende variaties die je kunt gaan kiezen. Maak daar een mooie keuze voor in de volgende ronde. De oefening met het matje. Het been naar achter schoppen. Uitstrekken, eigenlijk is niet schoppen. Als je te veel gaat schoppen, dan breng je je been ongecontroleerd naar achter. Maar proberen gecontroleerd naar achter te brengen en weer terug. Rechte rug, niet te ver naar boven, want dan zie je, dan gaat de onderrug een beetje in een holling komen. En dat wil je voorkomen. Oefening nummer 3 wordt voor de buikspieren, de leg raises. Is die oefening te zwaar en lukt het jou niet om die onderrug op de grond te houden, doe dan je knie 90 graden. En is dat nog te zwaar, dan blijf je de beweging bovenin maken. Kijk, alleen maar in die bovenste positie waar ik het nu heel goed in laat zien. Maak daar voor jou het verschil en kies daar welke variatie momenteel het beste bij jouw niveau past. Oké, we gaan zo meteen doorwisselen naar oefening nummer 4 en dat was die one leg squat. Wissel door. Vergeet natuurlijk nu niet op je andere been te staan. Ik was net op rechts begonnen, nu ga ik naar links. Heel goed Chris, terug, andere been. Even een ondergrond zoeken, dat is op de dag natuurlijk wel heel moeilijk. Je hebt daar geen rechte ondergronden en dan zul je merken dat balansoefeningen net zoals dit super moeilijk zijn, of in ieder geval een stuk moeilijker. Wel heel goed uitvoerbaar natuurlijk. Je ziet dat je het andere been brengt naar achter, maar bovenlichaam gaat echt meer naar voren zodat het dieper kan doorzakken. Oefening nummer 5, de chest press. Gewichten vast langs je lichaam, je ellebogen raken net niet de grond. Doe uit, je sluit boven je borst. Ja. Daar sluit je hem en dan komt hij daar aangespannen aan bij de borst. Laatste paar, nog 3, 2, 1. En dan gaan we doorwisselen naar de frontrace. Nu ook weer in je andere arm. Doe ik dat net met rechts gedaan, nu doe ik met links. 1 voet voor, 1 voet achter. En een kleinigheidje. Ik ben nu met mijn linkerarm de beweging aan het maken. Dat betekent dat mijn rechtervoet voor staat, mijn linkervoet staat naar achter. Zodat ik die kettlebell net wat verder naar beneden kan laten zakken en niet mijn bovenbeen in de weg staat. Het is een kleinigheidje, maar wel handig om toe te passen. Oké, ronde 2 zit erop. Dat betekent dat we naar ronde 3 gaan. Ronde 3 is die ronde waar we wel wat vermoeid mogen worden. Waar we ongeveer op 70% van onze maximale snelheid aan het trainen zijn. Maximale kracht. Dus daag jezelf hieruit. Ik zal hier dus ook gewoon een hoger tempo in mijn burpee laten zien. Maar vergeet niet, kies jouw eigen niveau. Iedereen traint op zijn eigen niveau en dan ben je pas goed aan het trainen. Ga jij mee trainen op het niveau van mij en train jij nog niet zo lang, dan ga je of overbelast raken of overtraind. En dat is iets wat je absoluut niet wil. Je wil stappen maken op jouw niveau. We zijn intussen doorgaan naar de volgende oefening en dat is die beenstrekbeweging naar achteren vanuit die knie-handpositie. Rechte rug. Ja, rugje is gewoon een tafeltje. Ik moet er eigenlijk nou een dienblad op kunnen zetten met de glazen drinken. En dat hij dan niet omvalt. Als je merkt dat je heup te ver naar boven mee indraait en je denkt, nou, volgens mij zal nou dat dienblad echt wel omvallen, dan moet je proberen om daar iets op te focussen. Leg raises. Onderrug op de grond, handen onder je billen, hoofd van de grond, schouders van de grond. En die beweging van je benen naar boven en naar beneden maken. Zo ver mogelijk, zoek die grens op waar je voelt, oké, mijn onderrug raakt nog steeds de grond, die raakt nog steeds de grond en dan weer omhoog. Merk, hij komt een beetje los, dan is dat jouw eindpositie van de beweging en breng je benen terug omhoog. Oké, oefening nummer 4, de one leg squat. Ik ga weer terug naar mijn rechterbeen en start, squat, door. Oké. Juist, ik ga even laten zien van iets meer een zijaanzicht dat mijn knie niet voorbij mijn teen komt. Dus ik beweeg echt mijn heup naar achter. Wat altijd een aandachtspunt is tijdens die squat. Ook al maak je een normale squat, wil jij ervoor zorgen dat jouw knieën niet voorbij jouw tenen komen. En dat is bij een one leg squat dus ook. Hier zie je heel veel mensen de mist in gaan en die duwen hun knie naar voren, waardoor ze door hun knie buigen. Maar je wilt je heupen naar achter duwen. Oefening nummer 5, chest press. Kom maar, pak hem op. Handen daar boven je hoofd en duw uit. Boven je borst, niet boven je hoofd, boven je borst. Ellebogen naar de zijkant. Je gewichten blijven boven je ellebogen als ze naar de zijkant toe gaan. De rest van je lichaam is lekker relaxed natuurlijk. Neus en mond uit. Ontspan.
Dan hebben we daar die laatste oefening weer. Dat is die frontrace. En dan gaan we alweer ronde nummer 4 in. Laatste gedeelte van de training. Zorg dat je alles eruit haalt wat er nog in zit. Yes, frontrace, rechterarm. Dat was de eerste ronde die we zijn begonnen. Het is de laatste keer dus dat ik met rechts moet doen. Vervolgens gaan we dadelijk alle trainingen. Of naar de volgende ronde met links. Ah, je ziet, ik laat even een variatie zien. Hoe je een schouderoefening kunt doen zonder gewichten. Dus gewoon die korte rondes draaien met je armen naar de zijkant. En daar die hele kleine bewegingjes maken. Zo train je de schouders ook. Oké, let's go. Laatste ronde. Kom maar, burpees. Kies het hoogst haalbare niveau voor jou. Je zit in die laatste ronde. Dit is jouw laatste conditieoefening. Je ziet, ik ga enorm vermoeid raken na deze 30 seconden. 30 seconden burpees op je eigen zwaarste niveau is enorm... Ja, is gewoon killing. Dus door. Jump. Kom maar, hou vast. Ga maar mee. Zoveel mogelijk herhalingen. Zo zwaar mogelijk duw door. Hou vast. Je bent aan het einde van die training. En jump. Nog één. Heb ik zo'n gevoel. Dan is die tijd voorbij. Jazeker. Oké, we gaan weer de been strekken naar achter vanuit die kruippositie. Zo noemen we officieel deze positie natuurlijk. Strek hem naar achteruit. Hup. Je strekt natuurlijk je heup naar achter, waardoor je bilspier en je hamstring enorm hard aan het werken is. Je knie mag je ook wat strekken. Die komt natuurlijk terug en strek je ook uit dat je been volledig gestrekt is. En dan heb je deze oefening dadelijk er ook nog op zitten in ronde nummer 4. Gaan we door. De laatste keer de leg raises. Ja, dus breng je been dus gecontroleerd naar beneden. En weer omhoog. Je controleert naar beneden. Laatste keer. En dit is enorm belangrijk. Je raakt nu vermoeid. Je bent nu aan het verzuren. En je onderrug. Die grote kans dat die wat meer los gaat komen. Maak die beweging dan wat kleiner. En hou die techniek goed. Techniek boven snelheid. Techniek boven alles. Gaan we naar die one leg squat. Laatste beweging met jouw linkerbeen. Dus voor mij nu. Heb je het andersom gedaan. Is natuurlijk helemaal niet erg. Maar voor mij is het nu mijn linkerbeen. Zo diep mogelijk een one-leg squat. En je merkt, ik raak ook verzuurd, ik raak ook vermoeid. Waardoor ik veel meer aandacht moet letten op de focus. Op mijn buikspier aanspannen. Concentratie, vooral tijdens zo'n balansoefening. Oké, laatste keer chest press. Ga liggen op je matje. De gewichten bij de borst en terug. Bij de borst, terug. Sluit je gewichten, terug. Heb je zwaardere gewichten, gebruik die altijd. En kies... De gewichten die jij tot je beschikking hebt en dat het dat mogelijk maakt om de training gewoon volledig uit te voeren. Wordt het dan te zwaar, dan leg de gewichten gewoon lekker weg. Naar de zijkant, sluit boven, hou je polsen recht. Nog 3, 2, 1. Dus door gaan we naar de laatste frontrace van vandaag. Dus ook tevens de laatste oefening en dan zit jouw training erop. Hou vast tot schouderhoogte. Merk jij misschien dat je deze oefening al heel de tijd een beetje te hoog aan het doen bent? Probeer hem echt maar tot je schouderhoogte te doen. Zo kun je dat bij mij mooi zien. Ook niet hoger dan je schouder, want dat gaat je nekspier mee helpen. Laatste twee herhalingen. Nog eentje. Kom maar. Oké, en nou heb je dadelijk rust. Klasse gewerkt. De training zit erop. Super getraind. Hup, handjes schoon. Lekker bezig. We gaan zo door naar de cooling down. Pak even een slokje drinken. En dan gaan we door met het mooiste gedeelte van de training, de cooling down. Want, je weet, je bent klaar. Het zware gedeelte zit erop en we mogen lekker gaan relaxen. Dat is het voordeel van zo'n cooling down. We gaan 4 stretch oefeningen doen op het matje, langs het matje, met wat je wil. De eerste oefening is voor de kuiten. En je zet 1 voet voor, 1 voet achter. Let erop dat allebei je voeten recht vooruit zijn. En dan voornamelijk jouw achterste voet, want dat vergeet je vaak. Jouw achterste been is gestrekt en jouw achterste been, daarvan doe je de hak heel goed de grond in. Dan leun je een beetje door je voorste knie en dan heb jij een hele goede stretch op jouw kuiten. Elke cooling down oefening houden we ongeveer 20 seconden vast. Dus we wisselen nu van kant. 1 voet voor, 1 voet achter. Zorg dat je achterste voet echt recht staat. Ja, een kleine correctie natuurlijk. Je voet, daarvan duw je de hak in de grond. Jouw knie is helemaal gestrekt van jouw achterste been en je buigt een beetje door jouw voorste knie. En dan gaan we daar nog een keer wisselen. 1 keer nog met rechts voor, 1 keer dadelijk nog met links voor.
En dan zit de eerste stretchoefening natuurlijk op. Geniet ervan, om welke locatie je natuurlijk ook staat. Ik sta natuurlijk op Bedaf. Lekker wat wegkijken. Er waren best wel veel mensen al vroeger patten daar met de hond aan het wandelen of zelf aan het sporten. Dat was eigenlijk wel gaaf. Laat me even weten waar jij staat. Wissel van kamp. Laat me voor de laatste week natuurlijk even weten waar jij ook in de training aan het uitvoeren bent. Op jouw vakantiebestemming, in je eigen achtertuin, op het strand. Verzin het maar in een hotelkamer. Ik ben benieuwd. Goed, volgende oefening. Voeten spreid van links rechts. Je benen zijn gestrekt. Je leunt naar voren vanuit je heupen. Benen houd je gestrekt. En dan blijf je even in het midden leunen. We gaan zo dadelijk van links naar rechts wandelen met je armen. Dus naar links. En naar rechts. En dat doen we even. En op een gegeven moment blijven we aan één zijde vast. Dus ik ga nu naar mijn linkerbeen. En daar blijf ik mooi met allebei de handen naartoe. Dan krijg je net iets meer stretch op de achterzijde en op de lies. Zijde van mijn linkerbeen momenteel. En dan gaan we dadelijk weer terug wandelen naar rechts. En dan doen we daar eigenlijk precies hetzelfde. Dus houden we hem daar ook even vast. In die positie. Benen blijven gestrekt. En je voelt die enorm in de hele achterzijde van je benen. Dus dat is, als je dat voelt, is het natuurlijk goed. Oké, komen we bij een moeilijke oefening. Ik doe hem zonder iets vast te houden. En probeer het ook. En je zult zien, ik heb er af en toe wel wat moeite mee om mijn balans te houden. Je doet één been in de kleermaker zitten. En dan probeer je een lichte zitbeweging te maken met je stambeen. En je ziet, ik ben enorm bezig aan het concentreren om daar de balans te bewaken. Je kunt het natuurlijk ook gewoon doen door iets vast te pakken. Heb je een muurtje in de buurt of zo? Hou dan je hand lekker op het muurtje. Dan zul je merken, stabiliteit is geen punt. En je moet deze voelen in de heupzijde, in de bilspier van het been dat op jouw knie ligt. Dus in dit geval mijn linker heup zal ik nu gestretched voelen. Wissel van kant. Rechterbeen over jouw linker knie. Zak een beetje door. En dan de rechter heupspier. Die wordt momenteel oprecht gebracht. Kijk, je moet me even herpakken. In verband met mijn balans. Is wat moeilijk. Vooral aan het einde van zo'n training. Ja, de concentratie is vaak weg. Je bent eigenlijk wel klaar, blij dat je klaar bent. Maar probeer gewoon voor deze oefening nog even die focus vast te houden. Andere been nog één keer links over rechts. Ga lekker zitten. Ontspan. Probeer je balans te zoeken. Stretch de linkerheup nog even. En dan gaan we dadelijk door voor de laatste stretch oefening van deze training. Goed, doen we nog één keer de schouder. Je doet eigenlijk, je maakt met je linkerhand in dit geval een kommetje. Je rechterhand leg je erin. De onderarmen duwen tegen elkaar. Je schouders die zijn in een neutrale positie. Dus jouw rechterschouder gaat niet naar jouw linkeroor. Dus er van kan, maar je duwt hem echt voorlangs. Beweeg ook niet te veel mee met jouw bovenlichaam. Want dan voorkom je gewoon dat er optimale stretches op jouw schouder. Wissel van kant. Doen we nog één keer rechts. Doen we dadelijk nog één keer links. En dan zit jouw vakantietraining nummer 3 er alweer op. Oké, wissel. Kijk, de vakantietraining nummer 3 zit erop. Dit was ook de laatste training. Bedankt allemaal dat jullie de hele tijd mee hebben gedaan. Superleuk. Vanaf volgende week geven wij gewoon weer onze live trainingen. En zal Daan op maandagavond klaarstaan met zijn eerste groepstraining. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne vakantie. Doei doei!